Zaterdag 20 februari. Vannacht is het kabinet gevallen. De aanleiding was oneenigheid over de missie naar Uruzgan. De SP is altijd tegen de oorlog in Afghanistan geweest. Wat ons betreft een uitzichtloze oorlog. En wij denken dat meer militairen alleen maar leidt tot meer geweld en meer slachtoffers. Uruzgan was de aanleiding voor de val van het kabinet. Maar is het ook de oorzaak? Ik denk van niet. Volgens mij is de oorzaak dat onze regeringsleiders ons niet echt leiding hebben gegeven. Nog premier Balkenende, nog vicepremier Bos hebben zich getoond leiders van het land te zijn. Er wordt al heel lang gekiezenbist, maar echt geregeerd wordt er eigenlijk nauwelijks. Er worden ingrijpende bezuinigingen voorbereid, maar er is nog geen enkele koers uitgezet welke kant het opgaat. En nu zijn we de komende maanden eigenlijk feitelijk stuurloos. Ik maak me zorgen over de toekomst van Nederland. Want welke kant gaat het nu op wanneer we moeten bezuinigen? Er bestaat een gevaar dat we een kil land worden. Dat we verrechtsen. Dat we onder de bevolking zonnebokken gaan zoeken voor de problemen en de crisis waar we in verzeild zijn geraakt. Nu komt het erop aan dat we de solidariteit bewaren. Dat we ons sociale gezicht niet verliezen. Dat wordt heel belangrijk straks met de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen. En daar kunt u ook nu al een signaal over afgeven met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 3 maart. Wat mij betreft, denk er goed over na en kies voor een sociaal Nederland. Kies voor een solidair Nederland. Kies voor een Nederland volgens de menselijke maat. Wat mij betreft is een stem op de SP de beste garantie op een sociale toekomst. Ik wens u veel wijsheid de komende tijd. Dag.